Tijdens deze animatie zal ik jullie uitleggen wat een sinuslift is en hoe dat precies in zijn werk gaat. Als tanden of kiezen ontbreken, dan zal het kaakpot op die plaats gaan slinken. Daardoor wordt de kaak smaller en lager, zoals te zien is op het derde plaatje. Er is dan te weinig steun voor een implantaat aanwezig. Met een botopbouw kan de hoeveelheid bot worden vergroot. In de bovenkaak, achter de hoektanden, bevinden zich links en rechts de neusbijholtes, ook wel de sinus genoemd. Door de aanwezigheid van de sinus is de dikte van het kaakbot aan de zijkanten van de bovenkaak beperkt. Er is maar weinig hoogte, waardoor het soms lastig kan zijn om daar een implantaat te plaatsen. Tijdens de sinuslift wordt eerst het tandvlees opengeklapt. Daarna wordt er door middel van een boortje een luikje in het kaakbot geboord. Dan wordt het slijmvlies dat de kaakholte bekleedt afgeschoven en weggeduwd. De ruimte die ontstaat kan worden opgevuld met lichaams-eigen bot, bijvoorbeeld uit de heup, de kin of het gebied rond de verstandskiezen. Kan ook met een botvervanger worden opgevuld. Lichaams-eigen bot zal het snelst worden omgezet in een botstructuur die geschikt is om te implanteren. In het algemeen duurt dit 3 tot 6 maanden. Als er kunstig bot gebruikt wordt, zal deze periode langer duren, meestal zo'n 6 tot 12 maanden. Afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare bot onder de kaakholte, kan soms gelijktijdig met de sinuslift een implantaat geplaatst worden. Dit was de animatiefilm over de sinuslift. Mocht je hierover nog vragen hebben, stel deze dan aan je docent.